Yeah. Fleur, dit jaar was voor heel veel mensen thuis toch geen gemakkelijk jaar. Wat hopen we voor volgend jaar? Ja, dat veel mensen ook een glaas champagne op het volgende jaar kunnen drinken weer. Dat is natuurlijk, het is kommer en kwel. Heel veel mensen kunnen de boodschappen niet meer betalen. Zitten thuis op de bank met een dekentje over zich heen. Halen de medicijnen niet meer op bij de apotheek. En er worden zo alleen maar ziekere patiënten. Dus het is kommer en kwel, maar er is wat aan te doen. En we moeten gewoon de miljarden verleggen. Zo is dat, Fleur. En weet je wat er volgend jaar wat mensen er ook aan kunnen doen? Stemmen. Er zijn volgend jaar verkiezingen. Op 15 maart zijn er verkiezingen. En wat Fleur zegt, dat kan allemaal gaan veranderen. Ga alsjeblieft stemmen. En stuur dit kabinet weg. Maar voor nu een geweldig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Cheers.